Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe leesvlog. Dinsdagavond is het. En we hebben weer een coronageval in huis. Fenna is dit keer besmet geraakt, ergens. Die kreeg vandaag een positief test. Dus die zit nu in isolatie op de kamer, gezellig zo in de vakantie. Maar ja, er is niks aan te doen. Ik moet zeggen dat ik ook een beetje zo'n kriebel in mijn keel heb. Maar ik heb vanmiddag getest. Ik was op mijn werk toen ze dat berichtje stuurden. Maar bij mij was die negatief. Dus wellicht kom ik weer als enige in het gezin er helemaal weer doorheen. Ik ben nu de enige sowieso in het gezin die het nog niet heeft gehad. Dus fingers crossed dat dat zo blijft. Ja. En dat we inderdaad er maar het beste van gaan maken. De nieuwe leesvlog. Ik heb twee titels die ik op dit moment aan het lezen ben. En eigenlijk gaat dat vanaf vandaag drie worden. Want ik ga ook starten in Muze. Die ligt in dit stapeltje. Want de buddy read die ik heb georganiseerd op Instagram. Die start vandaag. Dus vanavond moet ik eigenlijk even het eerste stuk lezen. Als ik daar puffer heb, ik weet niet. Voor mij is hoofdstuk 1 tot met 4. Volgens mij valt het wel mee. Maar anders, ik ben morgen vrij. Anders lees ik morgen het stuk van vandaag en morgen gewoon in één keer. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik heb morgen ook wel wat dingetjes. Ik ga sporten. Intake. Samen met Amy ga ik naar de sportschool hier in Noodorp. Omdat ik toch wat aan mijn conditie moet gaan doen. Maar ik heb voor de rest van de dag genoeg tijd. Dus ik ben bezig in Under the Whispering Door van TJ Klune. Hier ben ik over de helft inmiddels. Echt weer fantastisch. Alles wat TJ Klune schrijft vind ik gewoon fantastisch. Het is heel bloemrijk geschreven. Heel gelaagd. Heel sfeervol. Heel gevoelig. Het is echt gewoon weer een fantastisch boek. En dit boek heb ik in mijn vorige leesvlog ook al verteld. Heb je Wallace. Een hardwerkende, niet zo'n hele sympathieke man. Die krijgt een hartaanval en overlijdt. En die komt op zijn begrafenis. Hij is eigenlijk te gast op zijn eigen begrafenis. En wordt daar meegenomen door een reaper. Een meisje die de doden ophaalt. Om naar het theehuisje van Hugo te brengen. Waar ze de tijd krijgen om te accepteren dat ze dood zijn. Om zich klaar te maken eigenlijk om door te gaan naar het hiernamaals. En Wallace heeft best wel wat tijd nodig. En er ontstaat een band. Er zit ook humor in. Het is gewoon echt een heel, heel fijn boek. Dus daar ben ik heerlijk in bezig. Ik ben aan het luisteren naar Vanuit het Duister. Een thriller. Daar moet ik volgens mij nog nu een uur. Anderhalf uur misschien nog. Ietsje minder. Is op zich de verhaallijn. Van verhaallijnen vind ik wel interessant. Maar het zijn heel veel personages die allemaal Hunger en Greuten en zo ongeveer een beetje zulke soort namen hebben. Dus ik ben ondertussen al lichtelijk de draad kwijt. Ik ga het wel gewoon afluisteren, want wellicht als ik het einde ga luisteren dat alles een beetje op zijn plek valt. En dat ik een beetje weet wie ook weer is. Bepaalde lijnen kan ik goed volgen, maar er zijn een paar mannelijke personages zijn het volgens mij. Dat zegt mij ook Hunger. Is dat mannelijk, vrouwelijk? Ik heb geen idee. Die haal ik nogal geregeld door elkaar. Dus daar moet ik me nog eventjes een beetje op focussen. En ik ben Angstige Mensen van Frederik Backman aan het lezen. Daar ben ik nu nog niet op de helft hoor. Maar gaat ook al wel lekker. Daar kom ik nu echt een beetje in. Ik moest een beetje wennen aan de schrijfstijl. Vanuit zo'n alwetende verteller vind ik het toch altijd een beetje lastig. En er zitten ook best wel een beetje rare zinsbouw zinnen in. En heel direct ook naar de lezer toe. Maar ik ben nu eraan gewend. En nu kom ik er steeds meer in. Dan heb ik vandaag nog twee boeken. Het is vandaag 1 maart. Dus ik mag weer een nieuwe boekholstapel beginnen. Deze kwam voor mij binnen. V.E. Schwab Gallant. De Limited Edition. Kreeg ik van de boekerij als leesexemplaar. Hier ben ik echt zo blij mee. En die gaat ook meteen op mijn TBR formaat. Die wederom gigantisch is. Maar dat maakt niet uit. Wellicht krijg ik wel corona en kan ik thuis een paar dagen lezen. Maar wellicht ook niet. Dit vind ik echt een heel gaaf boek. Tenminste, ik weet niet of ik hem gaaf vind, maar dat denk ik. Hij ziet er in ieder geval al fantastisch uit. En ik had voor mezelf nog gekocht Björnstad van Frederik Backman.
Omdat ik hier ook hele goede dingen over heb gehoord. En hij was voor mij met korting maar 4,50. Dus dat is echt heel goedkoop. Hij is ook niet heel duur. Voor mij 7,50 of zo. Dus ja, ik ga nu even lekker douchen. Lekkere badjas aantrekken en een warme pyjama. Maar daarvoor ga ik nog even een sportlegging passen. Want ik had nul sportkleren. Dan kan je ook niet echt sporten als je geen sportkleding hebt. Dus dat ga ik even passen. Lekker douchen, vragen of Fenna nog wat nodig heeft. En dan een kop thee pakken en lekker lezen beneden. En morgen dus vrij. Ik moest eerst in de ochtend met Fenna naar Rijswijk voor de herkansing van de theorie scooter examen. Maar ja, dat gaat nu niet door. Dus dat heb ik moeten verplaatsen. Dus alleen om 12 uur sporten. En voor de rest heb ik volgens mij niet echt iets wat echt moet. Lezen. Dat sowieso. Dus we gaan weer een goede week tegemoet. Ik ga mijn wrap-up, mijn TBR ook nog even filmen, denk ik, morgenmiddag. Mijn wrap-up wellicht vrijdag. Moet ik even kijken of ik daar zin in heb, want wrap-ups zijn niet mijn favoriete films, video's. We gaan het zien deze week, hoe het gaat lopen met lezen. Jullie gaan het meemaken. Doeg! Oh ja, en ik heb een pleister op mijn vinger. Want mijn halve nagel ligt eraf. En dan kan je niet op stopknopje drukken. Want dan doet hij het niet. Dus moet ik het even zo doen. Doei. Nou, en dan lig ik op bed met corona. Ik had eigenlijk gedacht dat ik immuun was. Omdat ik elke keer als een gezinslid corona kreeg. Ik er toch een soort van fluitend doorheen ging. Ik had alleen... Oh, even, ik heb een beetje pijn in mijn hand. Ik had... dinsdag de vlog gestart. Woensdag was ik vrij. Maar had ik het ook gewoon druk. Want Fenna kreeg dinsdag corona. Of in ieder geval toen had ze een positief zelftest. Ik was woensdag vrij. En toen kreeg ik 's middags opeens een berichtje dat mijn zusje was bevallen. Echt 2 weken te vroeg. Onverwacht. Mijn moeder en ik hadden al wel overdag elkaar al een paar keer gehad van... Hè? Sarah reageert nergens op. Normaal, wij zitten met z'n drieën in een app. We appen dagelijks over van alles en nog wat. En altijd sowieso 's ochtends dat we alle drie een bericht plaatsen. Op elkaar reageren. Wat we van plan zijn die dag. Van alles. En Sarah reageerde op niks. En dat was niks voor haar. Dus we hadden al zoiets van, nou, zou het begonnen zijn? En opeens in de middag... tegen 4 of zo kregen we een berichtje met een foto. We hebben een verrassing. Dus Sarah is bevallen van een jongetje. 9 pond, berend. Schatje om te zien op de foto's. Want we hebben het natuurlijk nog niet in het echt gezien. Want ja, corona. Dus superleuk. Nou, gisteren ben ik gewoon gaan werken. Ik had nergens last van. Ik deed sowieso al weken eigenlijk bijna. Elke dag als ik moest werken een zelftest. Omdat het gewoon heel erg heerst en besmettelijk is en zo. En gisteren heb ik, denk ik, 5 in totaal zelftesten gedaan. Omdat ook naast Fenna er een collega van mij positief getest was. En daar had ik maandag mee gewerkt. Dus ik had er 's ochtends 2 of 3 gedaan. Omdat ik toch twijfelde. Ik had een beetje zo'n gevoel alsof er een haar in mijn keel zat. Een beetje zo'n kriebel. Maar alle 3 negatief. Tijdens allebei mijn pauzes ook nog 1 gedaan op werk. Ook negatief. Dus ik dacht, nou ja. Misschien heb ik gewoon een kriebelhoest of zo. En het laatste uur. Ik werkte tot 7. Het laatste uur kakte ik helemaal in. Toen had ik wel zoiets van. Voel me gewoon niet fit. Geen energie. Beetje zo. En vanmorgen deed ik een test en die sloeg meteen positief uit. Dus op mijn vrijdag, dus dat maakt niet uit. Maar ja, en zondag, maandag, dinsdag kan ik dus niet werken. Ik heb vanmiddag, om 11:30 ben ik voor de PCR-test geweest. Dus die zal vanavond of morgen wel komen, de uitslag. Vanmorgen dacht ik, nou, ik heb alleen een beetje een hoesje. Maar gedurende de dag merkte ik al dat ik heel moe werd. Dus ik heb vanmiddag ook geslapen. En gewoon een beetje zo'n grieperig gevoel. Dat je gewoon lamlendig. En net had ik ook wel een beetje hoofdpijn. Dus nou ja, ik ga zien hoe ik er doorheen kom. Fenna heeft toch best wel 2-3 dagen plat gelegen. Maar ja, we gaan het zien. Dat betekent wel dat ik gewoon flink wat dagen nu heb om te gaan lezen. Dus ik heb...
de afgelopen 2 dagen mijn buddy read niet gelezen. Ik had woensdag gewoon te veel te doen en daarna alleen maar op de app mijn zusje feliciteren. Mijn moeder appen erover. En gisteren natuurlijk gewerkt en 's avonds was ik gewoon te gaar. Dus ik heb vandaag alle hoofdstukken gelezen die we tot en met vandaag moesten lezen. In Muze, het tweede en laatste deel in de duologie. Ja, prachtig. Weer de mooie schrijfstijl van Leni Taylor. Sorry dat ik een beetje wiebel met mijn camera zo deed. Maar mijn arm is moe en mijn hand doet zeer. Dus van het boek vasthouden wellicht. Gewoon weer in die wereld duiken. De magie, de spanning, de mysterie. Ja, het is gewoon zo'n gaaf verhaal. Dus heel erg blij dat ik hier weer in kan duiken. En de hoofdstukken die ik moest lezen was toch best wel een stuk. Maar ik heb flink doorgelezen. Dan ben ik verder gegaan in Angstige Mensen van Frederik Backman. Daar ben ik nu in bezig. Ik zit op pagina 141. Dus hier ga ik vanavond nog in verder. En ik moet nog een half uurtje luisteren naar Vanuit het Duister. Dus ik wil dat eigenlijk vandaag ook doen. Dan heb ik vandaag in ieder geval dat boek afgerond. En dan kan ik een nieuw luisterboek kiezen van mijn TBR. Ik had volgens mij Het Zijde Huis. Maar volgens mij heb ik op mijn TBR verder geen aandacht besteed aan luisterboeken. Dus misschien dat ik daar nog even naar moet gaan kijken. Wat ik eventueel nog wil gaan luisteren. Wellicht de komende dagen. Dan heb ik op mijn werk gisteren nog wat boeken meegenomen. Wat bestellingen die er lagen en die binnenkwamen. New From Here van Kelly Yang. Dit is het vierde deel in die serie. Front Desk. Er staat net een stapel boeken voor. In ieder geval Front Desk is het eerste deel. En dit is het vierde deel. Ik heb er nog geen één gelezen, maar ze zien er zo ontzettend leuk uit. En mijn collega heeft het eerste deel al gelezen. Die zei ook van nou, het was echt super. Dus nou, ik verwacht niet anders dan dat ik deze serie ook heel erg leuk ga vinden. Dan lag er nog een leesexemplaar voor mij klaar. Van Prometheus. De nieuwe Jussie Q van Adler Olsen. Jussie Adler Olsen. En deze heet Natriumchloride. Ik heb een paar delen staan. Ik ben het ooit heel lang geleden begonnen. Maar eigenlijk moet ik er weer even opnieuw in beginnen. Want ik weet wel dat ik het echt fantastische thrillers vond. Naast gewoon de hele goede plotwendingen vond ik gewoon de hoofdpersonages gewoon heel erg leuk. Beetje die cynische hoofd... hoe heet het? Carl? Carl Merks, ja. Een beetje die cynische, knorrige inspecteur. Ja, ik hou daarvan. Dus deze kreeg ik. Deze lag klaar. De nieuwe Rainbow Grey. En dit is dan Eye of the Storm van Laura Ellen Anderson. Met een oranje sprayed edges. Dit is het tweede deel in de serie. Deel 1 heb ik vorig jaar ergens gelezen. Vond ik heel erg leuk. Leuke middle grade. Met leuke illustraties. Even kijken of het lukt. Hele boek door heeft leuke illustraties. Nou ja, hier word je toch vrolijk van die leuke kleurtjes. Dan nog een middle grade, Furthermore van Darren Simpson. Met ook een hele intrigerende, een beetje Gallant-achtig boven. Mooi en zonnig en kleurrijk en onder een soort duister onderwereld. En in Gallant heb je dat natuurlijk ook met dat huis op de voorkant van V.E. Schwab. En dan nog The Ship of Doom van M.A. Bennett. Met ook een hele leuke cover. En die heeft blauwe spray edges. Ik ben blij met al die gekleurde sprayed edges. Ik had woensdag natuurlijk gesport. Daarom had ik ook eigenlijk geen tijd om te lezen. Ik ben natuurlijk gaan sporten. Vandaag zou de tweede keer zijn. Maar ja, Amy moest alleen, want ik kon niet. Ik ga in principe 1 keer in de week, want ik vind 2 keer in de week eigenlijk te veel. Met nog 4 dagen werk en 3 kinderen. En gewoon druk in huis en willen lezen. En het was op zich, ik heb geen spierpijn gehad. Of dat dan een goed teken is of dat ik het niet zo goed heb gedaan, weet ik niet. Maar we werden gewoon echt begeleid en apparaten gedaan en zo. Dus dat ga ik weer oppakken als het weer mag. Dus dat had ik gedaan inderdaad. En gisteravond heb ik ook niet gelezen. Dat was het. Ik was en heel gaar. En ik heb met mijn man gewoon even een film gekeken op Prime of zo. Eventjes een beetje quality time. Nou, had ik verder nog iets te zeggen? Nee.
ik ga vanavond waarschijnlijk niet te laat slapen. Dat denk ik. Ik ga in ieder geval van deze 5 dagen quarantaine genieten van de tijd die ik heb om te lezen. Dus dat ga ik nu ook nog even doen. En misschien even mijn boek afluisteren als mijn hand te veel zeer doet van het vele boeken vasthouden. Ik kan natuurlijk een boekseat kopen, hè, maar meestal hou ik mijn boeken gewoon vast. En ik word heel lief verzorgd. Thomas komt elke keer drinken, brengen en me eten. En ja, dus we gaan het zien hoe ik me ga voelen. Ik hoop dat ik niet te ziek word, want ik wil wel gewoon kunnen lezen. Want dan heb je de tijd en dan wil je dat ook besteden natuurlijk daaraan. Maar ja, jullie, mijn TBR video, dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Want dat ga ik pas weer doen als ik me weer fit voel. Tot morgen wellicht. Doeg! Coronadag nummer 2. Het is vandaag zaterdag. 3:10. Ik weet dus niet hoeveel ik kan praten. Want mijn, ja, ik moet de hele tijd hoesten. Vandaag is echt een bedhangdag. Ik was op zich redelijk vroeg wakker. Ik had ook niet zo heel best geslapen. Dus ik had eigenlijk mezelf voorgenomen om nog wel even te gaan slapen. Vandaag kan natuurlijk nog steeds. Maar op de een of andere manier lukt het me ook niet om me ertoe te zetten. Omdat mijn man werkt vandaag de hele dag tot 6. Amy is weg, dus alleen Thomas en Fenna zijn beneden. Thomas is wel, of Fenna is al wel redelijk opgeknapt. Dus die, nou ja, die redt zich wel. Die zitten lekker met z'n tweeën beneden. Maar ik voel me dan een beetje schuldig om te gaan slapen. Dus misschien dat ik daarom ook de rust niet vind. Maar daardoor heb ik al wel Angstige Mensen uitgelezen. Echt net. Ik heb hem net 5 minuten geleden uitgelezen. Ik heb hem 4 sterren gegeven. Ik vond het een heel erg leuk boek. Het is wel een boek die ik, naarmate ik achter elkaar ging doorlezen, dat ik beter in het verhaal kwam. Ik had het eerst natuurlijk elke keer met mijn pauze mee. Dus dan lees je korte stukjes. En door de hoeveelheid personages raakte ik daardoor toch een klein beetje verward. En kwam ik niet echt in het verhaal. Maar nu ik echt achter elkaar heb gelezen vandaag, zat ik er helemaal in. En ja, vond ik het gewoon echt, echt een heel leuk en goed verteld verhaal. Over dus een bankoverval die fout gaat, waardoor het eindigt in een soort gijzeling. Maar een gijzeling die niet gevaarlijk is. Want uiteindelijk zijn alle mensen die daarbij betrokken zijn, die bij die open huisdag, bij dat open huis waren, die leer je op een hele andere manier kennen. Ze staan open naar elkaar, ze vertellen hun geheimen, ze vertellen hun angsten tijdens die gijzeling. Waardoor je echt bepaalde mensen in het begin niet heel erg sympathiek over vond komen, maar dan hoor je een verhaal en dan verandert dat. Ja, dat was gewoon heel gelaagd. Er zat heel veel diepgang in. Dus ik vond het echt, echt een heel erg leuk boek. En volgens mij heb ik gisteren ook niet verteld dat ik Under the Whispering Door heb uitgelezen. Deze heb ik dinsdagavond uitgelezen. Ik weet eigenlijk niet meer precies. Was het woensdag? In ieder geval tranen. Ik was helemaal geraakt door dit verhaal. Ook door het einde, waar ik niks over ga zeggen, want ik wil niet spoileren. Maar dat was zo mooi geschreven, zo ontroerend. TJ Klune weet hoe die je helemaal kan meezuigen in een verhaal, waardoor je er gewoon zo emotioneel in geïnvesteerd bent, hebt. Dat je gewoon alles voelt, alles meebeleeft wat de personages ook voelen en beleven. En ja, wauw, ik vond dit echt fantastisch. 5 sterren. Dan heb ik gisteravond nog Vanuit het Duister afgeluisterd. Volgens mij heb ik alleen gezegd gisteren dat ik het waarschijnlijk ging doen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dus dat boek is ook uit. Dus ik zit al op 3 boeken deze week. Die heb ik 2,5 ster gegeven. En ik weet niet als ik hem fysiek had gelezen of het dan anders was geweest. Er zaten gewoon zoveel personages in. En allemaal van die, nou ja, Scandinavische namen. Nou ja, ik vond heel veel op elkaar lijken. Er waren ook echt heel veel personages. En als je dan in de tram luistert en je bent heel even afgeleid. Ik was gewoon op een gegeven moment echt de draad heel vaak kwijt. En dat vond ik best wel lastig. Het verhaal aan zich vond ik op zich wel oké voor een thriller. Maar ik was gewoon niet heel erg betrokken bij het verhaal. Dus nou ja,
Wellicht dat dat kwam door het luisterboek. Het luisterboek zelf was trouwens prima hoor, maar dat ik daardoor gewoon met al die aparte namen niet gefocust was. Dus, maar in ieder geval, hij is uit. Ik ben hier nog niet vandaag in verder gegaan. Ik moet vandaag met mijn twee hoofdstukken, dus dat is een heel klein kort stukje. Dus of ik ga dat gewoon braaf lezen en morgen weer verder, of ik ga verder lezen en alvast het stuk voor morgen, weet ik nog niet. En het volgende wat ik ga lezen is Escape Room van Christopher Edge. Dat is een kinderboek, middle grade. Lees denk ik ook wel snel. En ik heb hier gewoon even zin in. Even een ontspannen kinderboek. Ja, een spannend, ontspannen kinderboek. Dus ik ga nu eerst eventjes mijn stukken van deze lezen. Misschien toch even proberen, al is het maar een half uurtje, even mijn ogen dicht te doen. Want vanavond is natuurlijk Wie is de Mol finale. Of tenminste, de ontknoping. De finale was natuurlijk vorige week. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ga hier ook vandaag nog in lezen. Dus nou ja, ik besteed de tijd die ik aan lezen kan besteden in ieder geval heel erg goed. Ik zie wel hoe het verder gaat. Ik moet zeggen, afgezien van het moe en die hoest. Ik heb gelukkig geen hoofdpijn. Ik heb gisteravond heel even kort, maar dat was eigenlijk ook wel weer vrij snel weg. Dus ik mag wat dat betreft niet klagen. Dus ik hoop dat het zo blijft en alleen maar afneemt in plaats van dat het erger wordt. Dus, nou, dat was eigenlijk de update. Ik ben er morgen denk ik wel weer. Doeg! Zo, dan hebben we dag 3 van quarantaine. Het is vandaag zondag. Het is laat 12:30. Oh nee, 1:00 al. Hoe voel ik me? Gistermiddag merkte ik al dat ik echt een beetje zonder adem kwam. Ja, nee, dit is niet waar. Ik had gewoon adem, maar ik snel buiten adem. Dus als ik even naar de wc ging, de trap op en af, dan was ik meteen een beetje zo. Heel erg veel hoesten gisteren. Dus mijn longen deden echt op een gegeven moment gewoon echt zeer. Dat je echt zo'n gevoelige rug, zeg maar, hebt. Ik heb op zich wel goed geslapen. Als een blok. En vanmorgen merkte ik al wel van, nou, dit wordt geen dag dat ik echt mijn bed uit ga komen nog. Dus het is in bed. Heel af en toe een beetje van die hitte aanvallen. Dus misschien een soort lichte verhoging of zo. Ik ben wat meer verkouden geworden. En het hoesten is wel iets minder dan gisteren. Maar nu ik ga praten, merk ik dat het dus gaat komen. Stimuleer je het, denk ik. Dus het is gewoon weer een dag in bed. Ik kan er niks anders van maken. Het is alleen wel jammer, want Andries moest deze dag ook nog werken tot 6. Amy is werken. Fenna mocht vandaag uit quarantaine. Dus die is meteen nog even de laatste vakantiedag van het mooie weer aan het genieten. Dus Thomas en ik zijn alleen thuis. En Thomas zit beneden te gamen. Hij zegt, nou, ik kwam net een kopje cappuccino brengen. Hij zegt, mam, ik vind het niet erg hoor dat ik alleen beneden ben. Ik zeg, ja, je kan ook hier naast mij met je telefoon komen chillen. Maar ja. Hij zegt, nee, ik vind het niet erg. Dus heel blij dat Thomas een makkelijk kind is. Ik voel me wel een beetje schuldig, maar hij vindt het prima. Lekker een beetje in zijn wansie Roblox spelen. Dus ja, mijn man die gaat vanuit zijn werk even snel langs de supermarkt. Haalt even wat eten en dan is hij gelukkig de komende 4 dagen wel vrij. Alleen moet wel van alles gedaan worden. Maar ja, dat moet hij dan maar doen. Ik heb net uitgelezen Escape Room van Christopher Edge. Ik heb hem 2 sterren gegeven. Ik had hier zoveel meer van verwacht. Het gaat over Amy, A-M-I, dus niet A-M-I, Greg. Een meisje die heel slim is en die gaat een escape room doen. Het enige is, je begint meteen vanaf het eerste hoofdstuk in die escape room. Daar zijn nog 4 andere kinderen... met wie ze samen die escape room gaat doen. Je hebt helemaal geen info verder over personages. Je weet alleen de naam. En verder eigenlijk helemaal niks. En dat zorgt ervoor dat het voor mij een beetje, je wordt echt gewoon in het verhaal gegooid. Zonder enige voorkennis. Zonder enige karaktereigenschappen. Karakterbeelding, zeg maar. Die personages onderling zitten alleen maar te kibbelen en hebben ook geen normale conversatie. Zo van, oh,
Waar kom jij vandaan? Hoe oud ben jij? Wat vind jij leuk? Kom, we gaan deze escape room doen. Hoe zullen we dit oplossen? Er wordt niks nul gecommuniceerd met elkaar. Eigenlijk. Dat vond ik een beetje raar. Ik denk, ze lopen met elkaar te kibbelen alsof het al een vriendengroep is die al elkaar een tijd kent. Maar ze kenden elkaar helemaal niet. Dus dat vond ik een beetje ongeloofwaardig. De escape room zelf, dat vond ik wel leuk bedacht. Leuke, heftige kamers. Uit de oudheid, spannend, ook wel echt eng, met gevaar en zo. Uiteraard is Amy degene die uiteindelijk alles per kamer bedenkt en oplost. En sommige oplossingen zijn zo onlogisch en ongeloofwaardig dat ik dat ook een beetje raar vond. Ik denk, nou, het moest erop lijken dat het zijn natuurlijk kinderen, dat het een kinderlogica is, maar er zaten dingen bij dat ik denk van, nou, dat is echt wel heel erg ver gezocht. Stukje over een bibliotheek waar ze komen en dan is de oplossing, ga ik niet verklappen, maar zo ver gezocht dat ik echt dacht van, nou, geen enkel persoon, kind of volwassene had dit bedacht. Dus dat vond ik op een gegeven moment al wel een beetje, dat ik denk van, ja, zij is natuurlijk degene die overblijft. En ja, het einde, zonder te spoileren, kwam echt uit het niets, maar dan op een negatieve manier. Ik vond dat zo ver gezocht en nergens aanwijzingen dat het die kant op zou gaan. Het is ook een boek die dan meteen weer iets van een moreel kompas wil meegeven. Dat ik denk, het escape room, als je het zo leest, verwacht je als kind een heel gaaf, spannend boek. En voor kinderen zal dat misschien ook zijn, maar dan het einde heeft het voor mij meteen als een soort dooddoener gebracht. Natuurlijk is het goed als je kinderen goede dingen wil meegeven over het klimaat. Maar stop dat in een boek waar het eigenlijk de hele tijd al een beetje erover gaat, dat het onderwerp dat is, dat kinderen weten van, nou, dat is een boek wat daarmee te maken heeft. Dit was zo losstaand van het hele verhaal, het spannende escape room verhaal. En dan opeens zoiets, ik vond dat echt een beetje, nou ja, jammer. Dus ja, ik heb hem 2 sterren gegeven. Puur en alleen omdat de escape room, het hele concept vind ik leuk. Er waren enge, een geschiedenis achter over, het ging op een gegeven moment over een tombe van de Maya's en uitgestorven dieren. Dat vond ik een leuk element. En daardoor heeft het 2 sterren gekregen. Maar meer ook niet. Jammer. Ik ga nu mijn 3 hoofdstukken lezen in Muze. Dat ik voor vandaag op de planning heb staan. En dan kan ik weer starten aan een nieuw boek. Als ik zo ga kijken, denk ik dat ik voor Gallant ga van V.E. Schwab. Denk ik. Eigenlijk zou ik er 1 moeten pakken van vorige maand. Maar ik ben voorlopig nog wel hier in bed. Dus daar kom ik vast ook nog wel aan toe. En die wil ik gewoon heel graag lezen. Dus ik denk dat ik daarvoor ga. En dan zie ik daarna wel weer welke ik daarna ga pakken. Morgenochtend moet ik alleen echt eventjes eruit. Ik zit dan gewoon in de auto met een mondkapje. En ik blijf in de auto en ik rij weer naar huis en ik ga naar binnen. Want Fenna die moet haar theorie-examen doen. En mijn man die moet 's ochtends met de trein weg om de camper op te halen. Dus ik moet dan wel echt eventjes echt eruit. Maar voor de rest, tot en met woensdag zit ik gewoon nog in quarantaine. Dus heb ik nog genoeg tijd om lekker bij te lezen. Dus ik ben blij dat er weer eentje uit is. Dat is nummer 4 van maart. En van deze week dan ook, toch? Zeg ik dat goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Wel, ik kan het net niet zien. Under the Whispering Door. Ja, het is natuurlijk vandaag zondag. Dus eigenlijk is mijn weekvlog, moet ik die vandaag afronden. Dus dan heb ik al 4 boeken gelezen. En dat zal denk ik ook wel zo blijven. Want via eShop denk ik niet dat ik die vandaag uitkrijg. Maar 4 boeken. En een stuk in deze. En wat ik vandaag nog ga lezen natuurlijk. Dus ik mag niet klagen. Maar ik zal denk ik vanavond nog wel even afsluiten. De vlog. En anders misschien morgenochtend. Dan kan ik nog even een kleine update geven over Gallant. Want ik zal hem wel even pakken. Want hij is echt wel heel erg mooi. Dan kan ik deze meteen op het rijtje leggen. Tadaa.
Gallant. Met de mooie sprayed edges. Maar eerst verder in Muze. Die me ontzettend verrast. Die ik heel leuk vind. En ik er heel erg blij mee ben dat ik die duologie straks als gelezen kan beschouwen. Maar nu eerst ga ik mijn cappuccino drinken die Thomas heel lief heeft gebracht. En dan ga ik die lezen. Dus jullie zien mij later wel weer. Ik zie er wel de hele week van het moment dat ik heb gefilmd van corona niet heel florissant uit. Maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. Dus tot later. Morgen deze maandag. Ik zou nog even de vlog af gaan sluiten. Zoals jullie zien lig ik nog steeds in bed. Ik heb vandaag wel iets gedaan. Ik heb even snel beneden stof gezogen toen er niemand in de buurt was. Alleen Fenner, maar ja, die is net klaar met corona. Dus die is, kan bij mij in de buurt komen. Maar dan ben ik daarna wel meteen weer bezweet en warm en buiten adem. Dus het gaat nog niet zoals ik het zou willen dat het zou gaan. Ik ben ook een stuk meer verkouden geworden. Dus nou ja, we gaan het zien. Ik zou nog even een leesupdate geven. Ik heb vandaag mijn stuk in Muze al gelezen. Daarin zitten we nog niet op de helft, maar het schiet al op. Maar deze gaat sowieso uit deze maand, want ik heb hier gewoon een leesschema voor. Dus ja, daar hou ik me gewoon netjes aan voorlopig. Misschien dat ik wel woensdag, als ik donderdag weer zou kunnen werken, woensdag alvast het stuk van donderdag ga lezen. Maar ja, dat zie ik dan wel. Het is nu pas maandag, dus daar hoef ik nog niet aan te denken. Dus hier ben ik nog lekker in bezig. Ik heb natuurlijk deze week 4 boeken gelezen. Nou, dat is echt top. Ook, dit is eigenlijk ook wel een soort van prestatie, ben ik weer verder gegaan in de 5. De sleeve heb ik er af al 2,5 jaar. Ik ben hier ooit in begonnen in de vakantie in Duitsland. En dat is 2,5 jaar geleden. Toen heb ik 1 hoofdstuk gelezen en daarna nooit meer wat. En hij heeft altijd gewoon naast mijn bed gelegen in het nachtkastje. Ik heb gisteren het tweede hoofdstuk gelezen en ik ben nu bezig in hoofdstuk 3. Dus ik wil eigenlijk sowieso elke dag wel een hoofdstuk lezen hiervan. Want ik wil hem gewoon verder gaan lezen. Het is een non-fictieboek over de 5 slachtoffers van Jack the Ripper. Dat is een kleine fascinatie van mij, Jack the Ripper. Ik heb ook meerdere boeken daarvan en tijdschriften. En als er iets op televisie over is, dan vind ik dat ook altijd heel interessant. En dit gaat dus over de levens van de 5 slachtoffers. Heel interessant, dat sowieso. Dus ik snap niet waarom ik er nooit in verder ben gegaan. Maar ja, misschien omdat het toch non-fictie is. Ja, het was misschien niet de juiste tijd en nu wel. Dus ik lees straks mijn hoofdstuk 3 af. Oh, ik heb jeuk. Kriebel. En dan, nou ja, hoop ik dat deze in maart of april eindelijk na hele lange tijd uit is. Oh. Ik ben gisteren begonnen in Gallant. Daar heb ik ook even de sleeve van afgehaald. En daar ben ik gekomen gisteren op pagina 84. Daar ga ik straks lekker de hele dag in verder. Wat ik tot nu toe heb gelezen is, dus het gaat over een meisje die in een soort weeshuis zit. Olivia heet ze. Met weinig bezittingen, een arm weeshuis waar ze ook toch wel wordt genegeerd en gepest omdat ze niet kan praten. Ze is niet dom, ze kan wel gewoon horen, maar ze kan dus geen geluid produceren. Ze heeft alleen het dagboek van haar moeder. Waarin de liefde die moeder met haar vader deelde. De vader is overleden aan een ziekte. En daarna worden de berichtjes in het dagboek een beetje warrig. En er staat een waarschuwing van die moeder aan haar dochter. Ga niet naar Gallant. Zolang je daar weg bent, ben je veilig. Maar ja, Olivia heeft geen idee wat Gallant betekent. Tot er op een dag dat ze bij de directrice van het weeshuis op het matje komt, moet komen. Dat er een brief voor haar is gearriveerd van een oom of een oud-oom. Die haar uitnodigt om bij hem te komen wonen. Want hij is al heel lang naar haar op zoek en hij wist niet of ze nog leefde. Dat is dus de broer van haar moeder, dus een volle oom.
En dat ze dus naar Gallant gaat, het landhuis Gallant, wat dus in dat dagboek stond. Ondanks de waarschuwing van haar moeder is Olivia toch best wel nieuwsgierig. Dus die, taxi wordt voorgereden dezelfde avond en ze wordt daarheen gebracht en komt in een heel groot mega huis, wel een beetje vervallen en oud, komt ze aan. Daar zijn een man en een vrouw die haar ontvangen wel een beetje verbaasd, want wie is ze? En dan zien ze er goed en dan herkennen ze haar, want ze lijkt sprekend op haar moeder, die daar dus als jong meisje ook heeft gewoond, als baby, als kind. Die man en de vrouw die werken in dat huis en die vragen zich af hoe ze daar opeens terecht komt. En dan laat Olivia die brief zien en dan zijn ze helemaal verbaasd, want die oom blijkt dus al een jaar eerder te zijn overleden. Die heeft wel een zoon achtergelaten. Die is ietsje ouder dan Olivia. En die reageert niet zo leuk. Van je moet hier weg. Je hoort hier niet te zijn. Niet echt een warm welkom. En dan ziet Olivia trouwens ook schimmen. Dat zag ze in het weeshuis al. En ze dacht van nou die hoorde bij het weeshuis. Het is klaar. Maar ze ziet ze dus ook in het grote huis waar ze zich nu bevindt. In principe zou ze één nacht mogen blijven, want die zoon, dat is degene die beslist of ze mag blijven of niet. Maar ik ben nog niet verder gekomen, ze is net wakker en dat ga ik dus vandaag lezen. Voor een begin van de maand 4 boeken lezen, 2 toch al redelijk ver, Muze en deze, en eentje weer opgepakt, moet ik zeggen dat ik erg tevreden ben. Het is nog vroeg. Ik heb vandaag verder... ik heb niet zoveel te doen. Dus ik ga vandaag ook gewoon weer lekker lezen. Morgen moet ik ook nog een dag hier vertoeven. Want dan gaan de wc's gemaakt worden. Die gaan helemaal opnieuw gedaan worden. En woensdag mag ik in principe uit quarantaine als ik 24 uur klachtenvrij ben. Dus dat gaan we even afwachten. Bedankt voor het kijken naar deze... leesvlog. Niet echt afwisselend qua omgeving, want het is elke keer volgens mij bijna in bed geweest. Maar, ach, het is even niet anders. Ik hoop dat jullie wel allemaal in gezondheid, goede gezondheid verkeren. En een mooi boek hebben gelezen. En tot de volgende week weer. Doeg!